De Trinitatis Lutherse Kerk vierde op 1 december haar 15-jarig bestaan. De Lutherse gemeente is een christelijke gemeenschap die zich baseert op de leer en tradities van de Duitse theoloog Martin Luther. Ze volgt de Lutherse traditie binnen het protestantisme en legt nadruk op genade door geloof en het gezag van de Bijbel. De viering vond gisteren plaats in de Trinitatis Lutherse Kerk. Opgebouwd uit verschillende optredens om eer aan God te brengen en de dankbaarheid te tonen. Gevolgd door voorgangers van verschillende denominaties die ingingen op de bijdrage welke de Lutherse Kerk levert aan de Surinaamse gemeenschap. Ook werden verschillende gebeden gedaan als bemoediging aan de kerkleiding. De rode draad tijdens deze gebeden was het niet opgeven en doorgaan met het goede werk dat de Heer is gestart. Predikant Michael Stewart ging in op het begintraject van de gemeente. Toen wij begonnen met dit werk, of toen gemeenteleden kenbaar maakten van wij willen wel doorgaan, wij willen u wel nog hebben als onze geestelijke leider, ben ik in gebed gegaan, in gesprek gegaan met de geestelijke. En veel met de heren erover gesproken. De avond eindigde in een plechtig moment van erkenning waarbij enkele gemeenteleden die aan de weg stonden van de oprichting van de gemeente werden geëerd met een officiële oorkonde als blijk van waardering voor hun toewijding en bijdrage.